leukste aan Vriering is dat het gewoon zo vrij is. Je kan alles doen wat je wil. Je moet wel heel creatief zijn, dus je moet allemaal dingen zelf bedenken. En dat vind ik leuk, dat ik altijd uitdagingen heb, dat ik altijd iets nieuws kan bedenken of gewoon vooruit kan komen. Dus dat is het leukste aan Vriering. En dat is heel cool uitzien natuurlijk, al die salto's en zo. Toen ik net naar Nederland ben gekomen, toen was een juf en ik deed mee aan de game. En toen zei ze tegen mij van, joh, je moet echt op Vriering gaan. Dus ik dacht van, wat is Vriering? Ik wist natuurlijk een beetje wat mensen die salto's doen, maar ik wist niet wat precies Vriering is. Dus toen liet hij mij een video zien. Toen dacht ik, wow, dat is echt mijn droom. Ik wil zo graag ook zo worden en zo. En toen ben ik begonnen zelf te oefenen via YouTube. Toen ben ik verder gegaan. Ja. Je hebt hier werken van gemaakt? Ja, klopt. Ik heb mijn eigen bedrijf en ik geef heel veel lessen aan vereniging. Jongeren en ouderen en ook nog workshops. Ik ben heel vaak gevallen en had ik ook gekneusde ribben gehad, gekneusde enkel, maar gelukkig nog nooit wat gebroken of ernstige gevolgen gekregen door vrienden. In het begin was het heel erg. Niemand vond mij leuk, omdat ik gewoon overal wilde trainen. Dus ik ging naar mijn moeder. Mijn moeder vond het ver weg. En dan ga ik met haar naar buiten. En dan zie ik zo een muurtje en denk ik, oh, hier kan ik een backflip. Oh, hier kan ik dit. En dan iedereen, kom op jongen. Tijd even voor trainen, andere tijd voor chillen. Maar ik kon het niet. Alleen maar aan trainen. En nog steeds ben ik alleen maar bezig met vrienden. Nou ben jij nog niet zo heel lang in Nederland. Nee, klopt. Ja, 5 jaar. 5 jaar. Je spreekt ongelooflijk Nederlands, vind ik. Dankjewel. Ja. Ja, hard voor gedaan, dus hard voor gestudeerd. Dat was een van mijn eerste dromen en dat heb ik bereikt. Dus. Ja, want waar kom je vandaan? Ik kom uit Syrië. Daar kom je vandaan omdat daar oorlog is, denk ik. Klopt, ja. Ik woonde eerst in Rif Damascus, een soort van dorp, zeg maar. Het is net als Leeuwarden en je hebt Kolon. Daar woonde ik en daar is de oorlog begonnen. Dus toen moesten we vluchten en omdat het zo duur wordt, we blijven alleen maar vluchten van de ene plek naar de andere plek. En uiteindelijk moest ik een leger in. En toen zijn we gewoon naar Nederland gekomen voor een betere toekomst. Omdat ik daar niet meer kon werken, niks. En het leven was gewoon niet meer te doen, zeg maar. Nee, ja. Heb je erge dingen meegemaakt? Ja, zeker. Ik heb heel veel gezien. Ik heb dode mensen gezien. Ik heb dode mensen getild. Dus het is letterlijk voor mij gebeurd, zeg maar. Al die oorlogen, al die bommen en zo. Dus heb ik gewoon standaard heel veel meegemaakt. Hoe ga je daarmee om? Dat probeer ik vergeten, zeg maar. Maar wel heel af en toe, dan krijg ik wel een soort van nachtmerries of zo. Maar niet heel vaak. Ik probeer altijd positief te blijven en kijken naar wat ik kan doen. En ik probeer niet naar mijn verleden te kijken. Dus meer van, oké, ik wil vooruit, ik wil dit bereiken, ik wil dat bereiken. En nou ja, als het een keer moeilijk gaat, dan gebeurt wat. Dan ga je wel nadenken en dan krijg je die beelden weer. Dus, ja. Ja, dat lijkt me heel moeilijk. Ja, ja. Ja, mijn vriendin zegt dat ik ooit naar een psycholoog moet gaan, misschien. Omdat ik dus wel alles in mij zit, zeg maar. Ik probeer niks uit te uiten. En de meeste mensen die uit de oorlog kwamen, die zijn wel naar een psycholoog geweest om te praten over wat ze hebben gezien, wat ze hebben meegemaakt en hoe ze kijken naar het leven. Maar ik had het niet, zeg maar. Ik vind niet dat ik het nodig heb. Maar mijn vriendin zegt dat het wel op een gegeven moment komt. En dat hoop ik niet. Maar zolang dat ik bezig ben met positieve dingen, gaat het niet gebeuren, denk ik. Vrienden, ja. Vrieren, sporten. Daar kun je een hoop in kwijt. Ja, dat is zeker. Als ik verdrietig ben en ik ga sporten, dan is het gewoon voorbij.